vandaag exact 37 jaar geleden dat de allereerste editie van Humo's Rock Rally doorging. Waarom is Rock Rally zo belangrijk geweest? Ik denk belangrijk dat dat zelfs een understatement is, dat de Rock Rally gewoon cruciaal is. Zelfs nog anno nu, anno 2015, in 2016 is er alweer een nieuwe Rock Rally waar we naar uitkijken. Maar gewoon omdat jong talent op een bepaald moment in de tijd gewoon bundelt en presenteert aan gewoon, ja, alle belangrijke mensen in de muziekindustrie die er dan hopelijk iets mee kunnen doen. Toen bestond nog het idee dat een groep die niet uit Brussel of uit Antwerpen kwam, goed kon zijn. Dat is ongelooflijk als je daar nu aan denkt, dat zo lokaal gebonden was. Maar toen heerste dat idee. Maar we hadden twee pluspunten en dat was, we hadden goede nummers. We hadden een goede zanger. En het pluspunt van die goede zanger was zijn geaardheid. Want dat was not done in België. Dus buitenland kon er wel iemand van de andere kant, die gay was, die zich uit. Dat werd niet gedaan in het jaar 78. Zeker niet in België. Ja, als gay heb je altijd een soort van dat ietsje pietje waarbij je zowel de beide geslachten aantrekt. Dat hebben we uitgebuit natuurlijk. Veel mannelijke groepjes? Toen bestond dat nog niet. In het verslag stond dat Stage Beast er met taarten gooide, vuurwerk afstak en bier spuugde. In de tijd spuugde maar bier, me smeten met taarten, met ballon. Men in zijn Oostende in het feestpaleis opgetreden en men dan naar naar de slachterij geweest, slachthuis. En valiezen laten vol, proppen met tarmen en dat in het volk gesmeten. Dus ze zijn er nog goed vanaf gekomen in Brussel. De Rock Rally was voor ons een cadeau uit de hemel. We hebben vanaf toen, zonder single, zonder LP te hebben, hebben we heel veel gespeeld, dankzij de Rock Rally. Ja, want jullie prijs was dan dat jullie op Jazz Bilzen mochten spelen? En dat was het jaar dat James Brown, Blondie en Lou Reed daar waren. Ik weet nog van James Brown, de toetsenman, die kwam naar me toe en zegt hij, ik zie dat je een honorklavinet heb staan, dat is een instrument, dat soort klavicimbel op snaren, maar dan elektronisch. En die toetsenman zei, ja, mogen we die gebruiken? Hoeven we die van ons niet? Ik zeg, natuurlijk, dat mocht zeker. En natuurlijk, James Brown zelf is komen dan bedanken en we hebben samen iets gedronken en ja, zo, van het een tot ander.